Ik ben Nadia. Wij gaan straatinterviews geven op de Gijsbrecht van Amstelstraat over Dudok. Ik ga interviewen. Jasmine gaat filmen achter de camera. Weet u wie Dudok was? Dudok, architect. Ja, dat was een bekende architect uit de begin 19e eeuw. Ja, dat was een, van Hilversum van de bouw. Tuurlijk. Wie was het dan? Dat was de stadsarchitect van Hilversum heel lang. Weet u ook wat Dudok heeft gebouwd? Nou, heel veel. Hij heeft het vooral veel ontworpen. Hè. Bijvoorbeeld hier waar we nu staan, de Bloemenbuurt, heeft hij heel veel huizen in ontworpen. Het gemeentehuis. Ik ben een paar schoolgebouwen, oud schoolgebouw. Ja, Dudok heeft allerlei gebouwen gemaakt in Hilversum. Waaronder het gemeentehuis. Ja, het raadhuis en Rembrandtschool. Weet u ook kenmerken van Dudok? Dudok, kenmerken. Ja, dat weet ik even niet. Ja, nou, je had een hele eigen opvatting over kleurgebruik, over soorten bakstenen. Hij heeft hele speciale bakstenen. Wel recht en zo, hè? Recht en licht en... Recht en blok. Ja. Weet je? Nee, ik vond zijn stijl wel heel modern. En dat in die tijd zeker. Maar voor de rest kan ik niet veel over hem vertellen, want ik heb hem niet bestudeerd. En weet u ook wat voor gebouwen meneer Dudok heeft ontworpen? Ja, natuurlijk. Mijn huis. Oké, en nog meer. Hij heeft de gemeente van Hilversum eigenlijk. Daar ben ik getrouwd. En wat nog meer? Ik weet het niet. Ja, dat zijn de twee. En weet u ook wat voor kleuren Dudok gebruikte? Sorry, wat is dit? En weet u ook wat voor kleuren Dudok gebruikte? Oh ja, de kleur. Nou, bruin, donkerbruin. En bij de gemeente, dat is een beetje gillig, dat is, denk ik. Ja, een gele kleur. Ja. Oké, bedankt. Hartstikke goed. Wat? Hé, jullie moeten mee betalen. Hallo, ik doe het niet voor niks. Precies. Oké. Het interview ging heel goed. We hebben veel mensen kunnen interviewen. Sommigen wisten heel veel van Dudok. Eigenlijk wisten de meesten wel wie Dudok waren. Dus. En vonden het heel erg leuk. Doei!